What up, guys? Welcome to my first Kerm video. Today we are playing at Balls and Arrows in the middle of the Netherlands. And this was my first time at the field too, so I had to get used to the field quite a bit. But yeah, there are quite a few people ready to get started, so let's go. Tijdsmissies houden in de locatie verdedigen op een bepaalde tijd. Al en breng, leuk denk ik. Welke? Al en breng. Ja, om daarmee te beginnen. Dan valt er ons ding op. Ja. En op dat moment blijft het op mijn waarschuwing. Op het moment dat wij vanaf het startsignaal het zakje op tafel zien, dan gaan wij er ook vanuit dat het in je magazijn zit. En dan gaan we er dus ook vanuit dat er mee geschoten is. Oh, dat vind ik eigenlijk want wij zitten nu hier. Netjes. En zit en dat is eigenlijk de missie die hier is. Die en dat moet op verschillende tijden. Mag ik jullie vragen met deze heren mee te gaan? Ja. Ja hoor. Die gaan een belangrijke missie voor ons uitvoeren. Naar E5. Het hoofd van de vrouw, van de generaal, van de tegenstander. Ja, dat is nu F1. Nee, E5. Ja, E5. Jij bent bij mij achterin. Yes. We gaan er twee nemen. Ga je mee naar Samsung? Let's go. Samsung, even. At this point, an enemy machine gun has taken out the entire team that joined up with us, including my buddy. So I decided to wait behind this crate for them to come back, since I was the only one left and didn't know how many contacts there were up ahead in the tree line. Sniper richting Samsung.
Maar ze zitten hier al in de treeline, hè? Dus ik zou hier niet zo gaan staan. Ja, daar in ieder geval. Nou ja, niet in de treeline hier. Daar, de initial treeline is van ons. Maar verder als... Ja, verder als dat... Sunset is niet geld. Deze hier is niet geld. Nee? Ga je toch? So after respawning and linking up again with my buddy, I heard over the radio that the time mission we had at Sam's side was also over and we didn't make it. We actually pushed a little bit further into the tree line but didn't manage to get full advantage yet. So we decided to link up with another small team to clear the tree line up ahead. Here zitten ze sowieso gelijk in the tree line. Ik weet dat daar het lastig is om door te komen, dat sowieso. Ja, maar dat ga ik ook niet doen. Nee. Die klinkt ook goed. Wanneer de bosjes HPA-geluiden maken. nee, dan gaan we naar de vent toe. Ja. Since more friendlies are pushing through the tree line, we are gaining terrain fast, and we decide to push to our objective. Sam's
hier ze. Pieter. Als je hier gaat liggen, kun je zelfs goed te zien. I don't like. Pieter, als jij oversteekt. Nee. Ik kom er. 3, 2, 1, go. Kom voor mij aan die kant. Kom voor mij aan die kant. Daar is mijn kant. On our way to the objective, we found two teammates that actually had the same objective, or at least in the same area, so we decided to link up with them as well. Ja, die is al lang voorbij. Ze vragen momenteel assistentie bij HQ Rood. Zie je ook, kom eens uit. Weet u wat de status is voor de SAM-site? Van de SAM-site? Dank u wel. Weet het niet. Nee, er zit niemand van blauw in ieder geval uit SAM-site. At this point, we thought we reached our objective and were searching for a delivery mission. Although, we were at the wrong point and this was the enemy HQ instead. So yeah, we decided to go back because we actually went past our objective. Niet de Sam-site is eventually we found our objective next to the caravan. Although when we were there I heard that the next time mission was the caravan, so I called up for reinforcements and we waited there until they arrived before we moved on to the delivery point. Dat we deze moeten houden tot 11:20. We got a hat! Matthijs, we moeten deze caravan houden tot 11:20. Tijdmissie. Tijdmissie, ja, weet ik niet. Matthijs, don't forget to kill it! Ja, of jullie moeten die meenemen. Hij moet jullie gaan meenemen. Naar HQ? Nee. Denk ik? Oh nee. Nee? Kut. Want hij moet helemaal naar boven. D17, ja. Pas op. Breng deze naar HQ Blauw. HQ Blauw, dat komt net vandaan. En dat is de HQ Rood. Oh, hebben we een HQ Blauw? Waar ligt die dan? Je hebt de map. Ja, let's go. Pieter niet kwijtraken. Ja.
Nee, niet erop tikken. Oh. Wacht. Ga op. Ga je af? On our way to the HQ, we found another group of teammates that was actually heading to the HQ as well. So we linked up with them and pushed to the HQ. Van rechts schuimt ook. Remote. Oh, er zit daar ook iemand van ons, hè? Die had rechts zo'n raam. Watch out, hij rijdt op de boxers. Matthijs. Issue is dat, hè? Ja. Ja, daar zit hem. Ja, kom, als we zo gaan, dat zeg ik net al. Ja, die heb je. Kom, let's go. Pieter ging op zijn mel. Blue side.
Because we made a mistake, we brought the flags to HQ red, and they should be brought to HQ blue. I just heard it through there. HQ blue should be here. Oh. So we are right here somewhere. We need to go to HQ blue. Yeah, and this is some site. We need to go there. Okay. Well, like most of them are down that wall there. Yeah. So if we go this way, it should be pretty clear. All right. Nicely done, dude. Nicely done. Onze vlaggen moeten schijnbaar ook hierheen. Die gasten die in HQ Red zaten, zaten verkeerd. Ze moesten hierheen. Daarachter, rechtstreeks. Sorry. Oef. We zullen met het hengst hebben ingeleverd, hè? Moet je even iets met de kaart doen? Hè? Ik kom eraan. Dan zitten we hier niet, zeg maar zo. Klopt. Ik pak die uitgang. Dit. So in the end we made our objective and actually made the delivery to our HQ. But when pushing out of our HQ we got hit and we had to move back to spawn. At the end of the day the blue team won with 68-32. I would say Bows and Arrows is a very nice field, like especially the commander stuff. I like it. Good communication and had a very fun day. Anyway, hope to see you guys next time in the next skirm or next video. Bye.